Dus welkom bij ons webinar over leerresultaten zichtbaar maken door het gebruik van dashboards. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Katrien. Ik werk ondertussen al van 2011 voor Tone, technologie ondersteund levenslang leren in Vlaanderen. En we hebben dit project rond de dashboards niet alleen opgezet. We hebben dat opgezet met Mark Rabai, die ook aanwezig is. Ik weet niet of Mark zijn webcam even kan opzetten of niet. Inga Donkervoort, die weet ik dat hij de webcam wel kan opzetten. En ook Tom Reinders van D-Learning. We hebben het project samen opgevat in 2019. Maar dan kwam plots corona en hebben we dat even aan de kant moeten schuiven, omdat er toch wel wat andere dingen op onze paden kwamen, om dan nu aan jullie de dashboard tool voor te stellen. Maar ik stel voor dat Inge, Mark, als hij in de mogelijkheid is, en Tom zich ook heel kort, want Mark is al terug weg, heel kort voorstellen. Ik ga nog heel even toevoegen, ik neem de sessie ook op, maar we zullen later beslissen, afhankelijk wat er heel veel wordt door jullie toegevoegd, dan hebben we van jullie allemaal toestemming nodig om natuurlijk die opname te mogen delen. Dus dat gaan we ook zeker afhalen. Maar ons stuk, wat dat wij doen, dat kan wel doorgegeven worden. Want ik zie dat Corine het ook vraagt. En ja, we kunnen Jaap-Jan heel slecht iets weigeren. Inge, aan jou om jou heel kort voor te stellen. Ja, ik zag dat Mark in één keer weg was. Die wilde jezelf natuurlijk niet voorstellen, hè? Online. Nou, mijn naam is Inge Donkervoort. Ik ben van D-Learning. Wij werken al heel lang samen met Tolnet. En ik zit er vandaag vooral bij om jullie vragen in de chat te beantwoorden. Als dat niet lukt, als ik het antwoord niet weet, dan breek ik even in de sessie bij Katrien en Tom. En dan stel ik de vraag daar. Maar Katrien kennende, die houdt ook altijd een oog op de chat. En ik moet altijd sneller typen dan dat zij het ziet. Want ik kan anders nooit antwoorden geven. Mark, kunnen we bij de volgende in zijn? Ik ben Mark Rabai, dus directeur van het Giet Overijssen. En na mijn militaire carrière ben ik dus in het onderwijs gestapt. En voilà, dus we hebben het een en ander meegebracht vanuit de militaire wereld naar hier. En hopelijk is dat het geheel groter dan de som van de delen. Dank u. En tot slot Tom. Ja, mijn naam is Tom Reinders. Ik ben ook van D-Learning. En ik ben de technische man achter al deze. En probeer de technische oplossing aan elkaar te knopen van al die protocollen, technieken en dergelijke die er zijn. En ik hoop dat we vandaag een beetje duidelijk kunnen maken wat er wel en wat er niet gaat gebeuren en hoe dat dan geïmplementeerd is. Dus Tom is degene die al de vragen van Inge, Mark en mezelf probeert te beantwoorden, probeert in het dashboard te verwerken. Goed, ik ga mijn webcam afzetten, dan wordt het scherm ook groter gedeeld. Dat is voor jullie handiger, denk ik, om te kunnen volgen. De presentatie op zich, die wordt uiteraard ook beschikbaar gesteld. Even heel kort schetsen van waar het komt. Ik heb er straks al gezegd, we zijn gestart in het najaar 2019 met een brainstorm met mezelf en Mark als eerste. Dan hebben we daar Inge en Tom bij gehaald om een open source dashboard tool te gaan ontwikkelen. Zowel naar leerlingen toe, als naar ouders toe, als naar trajectbegeleiding toe. Dus het was een drieledige tool dat we bouwen. We willen hem ook op individuele school en centra beschikbaar maken in open source, omwille van de GDPR. Het is niet de bedoeling dat er één installatie is waar iedereen op inhaakt. Nee, het is de tool gaan wij ter beschikking stellen. En jullie kunnen dan die gebruiken als jullie dat willen. Dus het wordt volledig open source. Dat betekent ook, als jullie dingen daarbij komend aan willen toevoegen, dat dat ook kan. Uiteraard, Creative Commons betekent dus dat we ook graag dat zien terugkomen naar de community. Wat heb je nog nodig als een Learning Record Store? Maar we komen daar straks uitgebreider op terug. En de ontwikkelingen in deze fase zijn dus door de drie partijen betaald. Dat betekent Tolnet, Gieten Overijssen en D-Learning.
We hebben ook de wensen al meegenomen in februari, nog net voordat corona in Vlaanderen en Nederland zijn intrede deed, in 2020 uiteraard, hebben we ook nog hetgeen wat we op dat moment hadden voorgelegd aan een groep van Moodle-gebruikers in Vlaanderen, omdat Gito Overijs ook Moodle gebruikt. En we hebben dat ook teruggekoppeld nog in juni. En dan zijn we eventjes stilgevallen. In die zin is Tom aan het werk gegaan om dan vandaag toch wel een aantal dingen al te kunnen tonen. Nu, er zijn een aantal functies van het dashboard die dat we mee willen nemen. Zowel voor de leraar als zijn voor de studenten. Voor de leraar zijn er drie functies die wij centraal hebben gesteld. Namelijk het bewaken van het leerproces van alle leerlingen of studenten. Hoe doorlopen die dat op groepsniveau? Dat je een overzicht hebt van, dat is de groep studenten voor mij of leerlingen voor mij. Hoe doen die het? Maar ook dat je kan doorklikken op individueel niveau. Dat je dus kan klikken op een student en kan zien wat heeft hij al gedaan, waar is hij op geslaagd, waar is hij niet op geslaagd, waar kunnen we gaan remediëren, die zaken eruit te halen. Dat je ook het kunt kijken van ja, hoe is die interactie in de cursus geweest. Heeft men alles gedaan in de cursus of maar een bepaald aantal zaken. Dus de monitoring van de kwaliteit van het lesmateriaal kan er ook door gebeuren. Hè, dat je ziet van, ja, wat wordt er heel goed doorgenomen, waar zijn ze echt wel mee bezig en wat is naar de achterzijde verschoven. Voor de leraar, we spreken hier ook niet alleen leraar, maar ook naar directie, naar klasserij, naar trekbegeleiding. Dus reken het begrip leraar zeer ruim. Wat willen we voor de studenten? Wel, voor de studenten willen we inzicht geven in hun eigen leren en dat niet met punten gaan doen, maar dus grafisch. Werk ik volgens de planning? Welke onderdelen beheers ik al goed? Welke beheers ik helemaal nog niet? Wat moet ik nog juist gaan doen? Welke zaken staan nog op mijn programma en heb ik nog niet afgewerkt? Willen we ook in kaart gaan brengen. Daarnaast ook het vergroten van bewustzijn, reflectie en zelfreflectie willen we daaruit gaan halen. En hopelijk, het laatste, dat ze betere studievaardigheden gaan ontwikkelen. Dat zijn een beetje de uitgangspunten geweest die we voor ogen hebben genomen. Wat we ook meegenomen hebben is, we zijn gestart met te kijken naar Moodle als leeromgeving, omwille van dat Gito Overijs die overstap aan het maken is van Smart School naar Moodle. En dat dan hun eigen leeromgeving werd. We hebben ook dat afgetoetst, zoals er straks gezegd, met de Moodle-beheerders. Dus we zijn er nu, op dit moment, is het enkel voor Moodle. Maar we denken natuurlijk verder door. Dus dat wil niet zeggen dat het enkel voor Moodle zal blijven. En dat hangt ook een beetje af van wat jullie straks als input gaan geven. Ja. We willen er wel ook voor dat het niet alleen zaken zijn die binnen een leeromgeving worden meegenomen in zo'n rapportage, maar ook externe dingen. Ja. En in eerste plaats denken we aan externe dingen. Ik heb er ook een foto bij gezet. Een extern ding is een XRT-leerobject of een H5P-oefening. Dus dat we daar ook die zaken die in de leeromgeving worden aangeboden, meenemen. Er zijn een aantal voorwaarden voor, namelijk... Het moet een LTI-koppeling zijn. Ja. Voor mensen die dat niet kennen, dat is een beetje technisch. Sommigen of de meesten zullen ooit van SCORM hebben gehoord. Dat was een pakket dat je ergens iets gemaakt had. Je moest dat downloaden, in de leeromgeving hangen. De nieuwere vorm is via LTI of in de leeromgevingen Canvas, Moodle, dat je werkt met LTI of met externe tool, zo noem het. Niet LTI, ik noem daar externe tool. Dus ook als je zoiets kan in de omgeving hangen, dat ook in eerste instantie XRT H5P, omdat wij in Vlaanderen ook die kar trekken en ook Inge en Tom trekken die kar mee, om te zeggen, ja, dat moet er zeker ook zichtbaar zijn. Maar ook alle zaken die in de leeromgeving zijn, dus als je een opdracht zet of je zet daar een oefening in vanuit de leeromgeving, een testje, dat moet natuurlijk ook. Dus vandaar intern en externe zaken moeten of worden meegenomen. We hebben drie soorten dashboards. Namelijk eentje een overzicht van de cursus. Een overzicht per les dat je kan hebben. En een overzicht per leerling per cursus. Ja, maar we gaan er zo dadelijk dieper op in. En dan kan je ook bekijken hoe dat vormgegeven is.
Ik geef dan nu heel graag het woord aan Tom, die het technische luik voor zijn rekening gaat nemen. Zoals hem gezegd heeft er straks, heeft hij het technisch voor elkaar gezet. Dus Tom, het woord aan jou. Ik ga jou ook misschien presenter maken, of laat ik nog even dit openstaan? Nee, laat dit maar heel even openstaan. Dan kan ik even de achtergrond en de koppelingen vertellen. Een van de zaken die je hier ziet is hoe het dashboard straks vanuit de LMS wordt opgestart. Eigenlijk zit daar nog een stapje voor, namelijk het verzamelen van de gegevens. En het verzamelen van de gegevens, dat lijkt hier heel erg op. Dus via LTI wordt een externe module in de LMS geplaatst. En die externe module die weet dan wie ingelogd is in de LMS. En die gebruikt dan een techniek XAPI of KinCAN of Experience API. Het zijn allemaal drie woorden voor hetzelfde protocol. Dat is ook een moderne variant van SCORM. Daar worden gegevens weggeschreven in een Learning Record Store. En een Learning Record Store is ook een standaard term. Daar kun je ook op zoeken op Google. Dan komen er heel veel kom je er tegen. Dat is een standaard database voor XAPI events. Het dashboard haalt de gegevens weer vervolgens uit de LRS om te tonen wat een leerling heeft gedaan. Vervolgens kun je dan in de LMS ook via LTI dat dashboard oproepen. En zoals je in dit plaatje kunt zien, het dashboard staat hier centraal en de LRS staat hieronder. Dan worden de gegevens van de betreffende leerling of de betreffende groep. Dus als het een docent betreft, dan worden de gegevens van een groep opgehaald. Is het een leerling die is ingelogd, dan worden de gegevens alleen van die betreffende student opgehaald. Maar in zo'n LRS staan alleen de gegevens die ook daadwerkelijk plaats hebben gevonden. Zo'n LRS weet helemaal niks van hoe een cursus in elkaar zit. En die weet ook helemaal niks welke modules er voor een cursus gedaan moeten worden. En daar hebben we dan een stukje extra informatie voor nodig. En dat hebben we in dit geval, staat dat helemaal aan de rechterkant. En dat heet hier, we hebben dat voorlopig een register genoemd, een cursusregister. Ook wel een tussendatabase. Maar en in dat register kun je als school vastleggen uit welke onderdelen een cursus of een curriculum of een les bestaat. En dat kunnen Xerta-modules zijn, het kan een quiz of een vraag uit Moodle zijn, en het kunnen HFP-modules zijn, en zo, dat willen we ook langzamerhand gaan uitbreiden. En zo moet het uiteindelijk, zou het ook mogelijk moeten zijn om YouTube-filmpjes daarin te kunnen zetten. En of dat nou via Xerta gaat of niet, dat moeten we allemaal even bekijken hoe we dat allemaal willen gaan doen. En dat betekent dat dat register heel erg belangrijk is. En zo'n register bouwen is ongelooflijk veel werk. En we beseffen ook dat dat heel veel werk is. Dus een van de dingen die we met Xerta hebben gedaan, en dat komt omdat ik onder andere een van de core developers van Xerta ben, dus daar heb ik veel meer invloed op dan H5P of Moodle. Maar wat we voor Xerta mogelijk hebben gemaakt is dat de metadata, en nou neem ik even het scherm over, dan zal ik je laten zien waar dat zit in Xerta. Kijken. Dit is... Is dit zo goed te zien? Moet ik het even groter maken? Zo. Tom, het is niet leesbaar hoor. Nee? Nu wel. Oké. Okay. Dit is de wizard van een Xerta-module. En een van de dingen die je in Xerta kunt zetten op het hoofdniveau, op het moduleniveau, is metadata.
En daar kun je aangeven bijvoorbeeld welke cursus het betreft en welke module het betreft. Je kunt daar een beschrijving inzetten, je kunt daar trefwoorden inzetten. En wat we nu hebben gedaan is dat zo'n hele XERTE-installatie. In dit geval heb ik maar een beperkt aantal leerobjecten, maar dit kunnen er heel veel zijn. En zo'n hele XERTE-installatie die kan automatisch gesynchroniseerd worden met het cursusregister. En zo'n cursusregister, ik zal ook de letters even wat groter maken. Is dit weer te lezen zo op deze manier? Ja hoor, prima. Ja. Het cursusregister, als ik daarop inlog, en er zijn een beperkt aantal mensen die natuurlijk, ik ben hier superadmin, dus ik mag hier alles, maar normaal gesproken, iemand die hierop in kan loggen, die heeft typisch zit die in een team. En in een team zitten een aantal cursussen en zo kan dat allemaal gecontroleerd en bijgehouden worden. Maar dit is de cursusoverview van de Tolnet database van een aantal maanden terug, van januari ongeveer. En wat je hier ook ziet is dat dit is wat er gebeurt als die metadata niet is ingevuld. Dan heb ik een unknown cursus en in die unknown cursus zitten bijna alle modules, namelijk 22.048. Maar als ik wel de moeite neem om die metadata in te vullen, dus dit is ons testobject wat we hebben gebruikt en waar we dadelijk ook het dashboard even van gaan bekijken. En dan heb ik vier modules, al die vier modules horen tot de cursus online leren. Ik kan ook inzoomen op die modules. Dit zijn de individuele modules. En ik kan zelfs van één zo'n module kan ik verder inzoomen. Kan ik laten zien van nou dit zijn de interacties en de pagina's. En wat voor soort interactie is dit. Of dit een numeriek resultaat is. Of dat een lijst is. Of dat een quiz is. En het idee is dat... als je kijkt naar op de cursus hier, en dit zijn allemaal XERTE modules, maar dat je hier ook H5P of Moodle modules aan kunt toevoegen. En als het enigszins kan, willen we ook graag hebben dat we zoveel mogelijk metadata automatisch hierin kunnen krijgen, want dat voorkomt gewoon het voeren van een dubbele administratie. Maar dit cursusregister is dus het uitgangspunt samen met de groepsgegevens uit de LMS, wat dat dashboard gaat zien. Als ik dan naar die cursus ga kijken, als wij die voor de test in Moodle hebben gezet, dus ik ben hier ingelogd in Moodle, in dit geval als een docent. Maar in feite zie je als leerling zie je hetzelfde behalve deze knop. Turn editing on, die heb je niet. Dan heb ik hier die vier leermodules staan. En we hebben hier bovenaan hebben we ook het dashboard module al erin gezet. Die kun je ook onderaan, dat is misschien wat logischer. Maar in feite is dat een kwestie van hoe je dat graag wil inrichten in Moodle. En straks willen we ook de mogelijkheid hebben om hier een Moodle quizje aan toe te voegen, een H5P interacties. En dan als die gegevens ook geregistreerd zijn in dat cursusregister, dan zouden die meegenomen moeten worden in het dashboard. Dat kunnen we nu nog niet laten zien. Dus op dit moment kent die alleen maar deze vier modules. Ja. En deze modules die zijn er als externe tool ingezet. Als ik dan op zo'n module klik en dan word ik naar een XERTE omgeving van Tolnet geleid en dan kan ik door die module heen lopen en de interactie uitvoeren en dergelijke en op die manier worden die gegevens verzameld. Vervolgens als ik daarmee klaar ben, dan kan ik dashboard module opstarten. En die zal nu de gegevens uit de LRS halen. En tevens weet die op grond van het cursusregister welke modules
getoond moeten worden. Duurt altijd even. En dan zien we hier het hoofdscherm. Dus dit is Katrien net liet zien. Dit is op cursusniveau. En op cursusniveau zien we de activiteiten. Dan zien we dat we in december zijn begonnen. We hebben in januari wat getest. En ik heb in februari wat getest. En hier in deze periode zijn we vooral bezig geweest met bouwen. En zitten we vooral naar die gegevens te kijken. En deze studenten, die komen uit Moodle. Dus op het moment dat in LTI launch wordt gedaan van het dashboard, dus vanuit de LMS via LTI wordt het dashboard opgestart, dan kan het dashboard via het LTI protocol vragen aan Moodle, wie zit er eigenlijk in deze groep? Wie is er enrolled? Wie is er toegevoegd aan deze cursus? En die personen die laat hij hier dan zien. En die gegevens van deze personen, die worden dan vervolgens opgehaald uit de LRS. Nou kan ik één niveau dieper inzoomen, dan krijg ik de interacties op het niveau van de modules. Dus dit is de eerste module, dit is de tweede module, dit is de derde module, dit is de vierde module. En dat is, de getalletjes die erbij staan, dat betreft dan alle pogingen van alle studenten samen. En we hebben er ook voor gezorgd dat die schalen van al die grafiekjes, dat die identiek zijn, zodat je ze wat makkelijker kunt vergelijken. En dan zie je ook dat er gewoon meer gewerkt is, wat je ook zou mogen verwachten, meer gewerkt is in de eerste module dan in de volgende modules. En dat zie je dan hier ook terug. Er zijn in deze kleurencirkel vijf kleuren. En als ik het goed heb begrepen, Katrien, dan volgt dat de kwalificaties zoals de inspectie in België ze graag ziet. Dus rood betekent voldoet niet, grijs betekent is nog niet gestart, groen betekent voldoet, geel is we zijn er nog mee bezig en dan is er ook nog blauw excelleert. En vanuit dit moduleoverzicht of vanuit het hoofdoverzicht kun je ook naar een specifieke leerling. En dan krijg je een overview. Nou, dit is wat die leerling door de tijd over alle modules heen heeft gedaan. En dit zijn de interactiviteiten per module, per leerling. En dan zie je dus ook dat Katrien in dit geval de laatste twee modules nog niet heeft gedaan. En de eerste twee modules die zijn 100% afgerond. Nou, wat hier nog in ieder geval moet gebeuren, is dat wij ook een soort overzicht willen maken. Dat moet dan hieronder komen. We hebben daar een screenshot van, maar dat is echt een mock-up. Die staat in de presentatie van Katrien, die kunnen we dadelijk misschien even laten zien. Maar dat we hier de mogelijkheid willen hebben om te laten zien wat die student nou precies gedaan heeft. Wat zijn antwoorden waren, welke vragen die wel goed beantwoord heeft, welke vragen die niet goed beantwoord heeft, et cetera. Nou, dit gezien hebbende zijn wij, we zijn heel hard bezig om dit verder productie klaar te maken. Maar in de tussentijd zijn wij ook heel erg benieuwd naar jullie ideeën van of dit gaat voldoen en of daar nog iets bij moet of... dat soort zaken. Sorry, ik werd even onderbroken door een telefoontje. Ik werd even afgeleid. Maar we zijn heel benieuwd naar je denkt dat je hiermee uit de voeten kan. Dat is een van de dingen die we bijvoorbeeld hebben gedaan, is dat hier staat een datumrange. En die eerste datum, die is natuurlijk voor elke cursus verschillend. En die halen we uit het cursusregister. Dus hier in het cursusregister staat dat deze cursus op 11 december 2020 begonnen is. En dat is de reden waarom dat dashboard begint op 11 december.
Nou, ik zie hier bijvoorbeeld al een klein foutje staan, hè, want dit is de Amerikaanse notatie en dat is natuurlijk niet de bedoeling. Nou, er zitten nog heel veel van die dingetjes in waar ik aan mag gaan werken. Dat ga ik ook doen. En dan is de bedoeling om in augustus, september dit vrij te gaan geven. Katrien, misschien kunnen we het plaatje laten zien van de laatste slide van die presentatie. Ik ga inderdaad mijn scherm terug eventjes delen. Dus hier heeft Tom daar juist ook al naar verwezen. Hè? Dus dat we ook, dit is nu ook vanuit Certe, dat je daar ook het dashboard, de integratie van het dashboard zal zien. Tom, ik weet niet dat jij hier nog aanvullingen bij hebt, of dat we naar de volgende pagina kunnen gaan. Nee, wat mij betreft kunnen we naar de volgende pagina. Dus daar, we kregen die vraag al van heel wat mensen. Wat hebben we nu precies nodig om eraan mee te beginnen? Dus we hebben gezegd, het is open source. We stellen het ter beschikking van alle scholen. Maar het moet op schoolniveau worden geïnstalleerd op een server omwille van GDPR-wetgeving. Je kan het niet op, in ons geval, Vlaams niveau beschikbaar stellen. Je hebt een leeromgeving nodig. Dus een LMS is een leeromgeving die je nodig hebt die LTI 1.3 ondersteunt. En we gaan dus zorgen dat het klaar is voor Moodle tegen eind augustus dit jaar. Dat die scholen die dat gebruiken eventueel kunnen starten in het september. Om daar het zelf te installeren en klaar te hebben staan. Je hebt een LRS nodig. Voor Vlaanderen, wat betreft Xerte, is er een LRS beschikbaar vanuit de overheid. Voor de andere tools niet. Dus dat heb je sowieso ook nodig zelf. De dashboard tool uiteraard. Het cursusregister wordt mee opgeleverd. En dan heb je activiteiten. En we hebben ze hier opgesomd. Maar we hebben hier ook, Tom heeft ook aangehaald. We starten met een aantal. We hebben wel wat ideeën. En vooral vandaag willen we ook van jullie nog dingen horen. Dus wat ons betreft gaat het vooral over de Xerte, de HVFP en de Moodle-activiteiten, om dat ook klaar te hebben tegen eind augustus. En Inge zie ik in de chat zetten, geldt voor Nederland ook, dus ik denk dat zij bedoelt ook de GDPR, dat dat ook op schoolniveau moet geïnstalleerd worden, dat het niet iets is dat voor gans Nederland één dashboard tool. Dat kan niet de bedoeling zijn. Dus dat heb je zeker nodig. We hebben ook al een aantal vragen van jullie binnengekregen bij de inschrijving. Een aantal heb ik ook al bij. Hè. Welke stappen moet allemaal zetten om dat actief te krijgen binnen Moodle? Bijvoorbeeld die LRS, dan nodig. Ja, dat heb je dus effectief nodig. Hè. Om dat goed te laten werken, dat gedocumenteerd wordt, daar gaan we het uiteraard voor zorgen. Hè. Tom, Inge en ik en Mark zullen dat zeker opnemen, dat daar een documentatie voor is. We laten jullie niet, we gaan niet zeggen van hier is de tool en trek jullie plan mee. Nee, het is de bedoeling echt wel dat we dat documenteren. De andere vraag die binnengekomen was, en ik denk dat Tom daar meer informatie voor nodig had. Ik weet ook niet dat de persoon die binnengestuurd had al hier is. In hoeverre kan het dashboard systeem gekoppeld worden aan een R-server om zodoende het dashboard nog flexibeler en slimmer te maken? Tom, ik denk dat dat een vraag is voor jou, maar misschien ook de persoon die het ingestuurd heeft, als die aanwezig is, dat die ook misschien nog meer kan toelichten. Ja, ik neem aan dat met een R-server ook de programmeertaal R bedoeld is. Nou, dat zal in eerste instantie zeker niet het geval zijn. En of dat überhaupt ooit een keer gebeurt, dat durf ik op dit moment ook nog niet te zeggen. Maar dat vergt namelijk echt een compleet andere architectuur die al vanaf het begin af opgezet is om met techniek als R en of Python te gaan werken. En dan is voor ons, dat ligt meer aan de manier waarop Moodle en het dashboard en LTI in elkaar zitten, is het hoogstwaarschijnlijk makkelijker om dat te doen met Python dan met R. Dus nogmaals, ik weet niet of in dit geval mijn R-server de programmeertaal R bedoeld werd, maar dat neem ik wel aan. Een andere vraag die ook binnengekomen was, ik ben benieuwd naar de Moodle-integratie en dan vooral naar de mogelijkheid tot totaalintegratie. Laten we draaien van een extra tool, geen bezwaar zijn, maar bij voorkeur het volledig beschikbaar maken binnen het LMS, een Moodle-plugin.
Waarom hebben we niet gekozen voor een Moodle-plugin? Omdat we het willen op termijn ook opentrekken naar andere leeromgevingen. En als je dan kiest voor een Moodle-plugin, kan dat niet. Dan is dat allemaal apart onderhoud voor nodig, aparte zaken. Dus dat is de reden waarom dat we niet voor een plugin kiezen. Plus ook, dat moet zodanig veel stappen worden gezet richting Moodle, dat dat goedgekeurd is en zo verder, dat we ervoor gekozen hebben om het zo breed mogelijk te kunnen gebruiken. En vandaar geen plugin. Ik denk dat daar, misschien Tom, als je aanvullingen hebt, toegerust. Hè, maar ik denk dat dat het kort samengevat is, waarom het niet voor een plugin is. Hè. Ja, dat gezegd hebbende, zit in heel veel LMS-systemen is een integratie van externe tools met behulp van LTI gaat behoorlijk ver. Dus je kunt zo'n dashboard, bijvoorbeeld in Moodle, kun je laten zien alsof het een interne tool is. Hè, dus ook. Integreert, maar dat hangt van de LMS af, hoe goed externe tools geïntegreerd zijn. En in Moodle is dat erg goed gebeurd. Ja. Overzicht mogelijk van cijfer en categorieën over modules heen. Ik denk dat dat opgelost is, dat we dat ook laten zien hebben. Dat je dus cijfers gaan we niet gebruiken. Het is echt wel de bedoeling om grafisch te werken, maar dat het wel over modules heen kan. Dus dat kan zeker. Iemand die ook laat weten van we hebben dit schooljaar ingezet op Google Classroom en Zoom voor afstandsonderwijs. Ik ga het heel kort. Dus ze zijn op zoek naar een manier om scores overzichtelijk weer te geven. Dus daar ook op scores worden niet weergegeven. Het zijn dus een rapportage, een visuele rapportage. Dus hebben we vanaf het begin uitgegaan dat visueel moet zijn en niet met punten gewerkt moest worden. En dan de laatste vraag die vooraf is binnengestuurd. Is er een integratie met Teams mogelijk? Zoals gezegd, we zijn gestart met Moodle omdat we met de drie partijen ook Moodle van binnen en van buiten kennen. Maar we laten wel de opening ook naar andere omgevingen op voorwaarde dus. En dan ga ik een slideje terug. Uiteraard moet dat onderzocht worden voor Teams en andere leeromgevingen. Maar een van de belangrijkste voorwaarden voor de leeromgeving is dat die LTI 1.3 ondersteunen. En helaas, niet elke leeromgeving ondersteunt dat. Dus dat is toch wel echt de belangrijkste voorwaarde van de leeromgevingen, dat ze die ondersteuning bieden. Maar we staan zeker open voor zo'n zaken. Dat je zegt van ja, we willen het naar Teams, we willen het naar ik weet niet welke andere omgeving. En dan moeten we kijken hoe we dat kunnen eruit halen of niet. Matthijs had ook nog een vraag in de chat, een vraag over de schaalbaarheid. Een typische cursus bij ons bestaat uit 400 studenten en 20 leerobjecten. Hebben jullie op die schaal al kunnen testen qua performance? Is het dashboard dan ook overzichtelijk? Kun je sorteren, filteren op studenten? Tom, dat is voor u denk ik een vraag. Ik heb geen audio meer, want mijn telefoon onderbrak me. Nu heb je wel audio, Tom. We horen jou. Oké, maar ik heb de vraag heb ik wel gelezen. Matthijs, ja, het is wel de bedoeling. Nee, ik moet even zeggen. Nee, we hebben nog niet getest op deze schaal. Een van de redenen waarom we nog niet hebben getest op deze schaal is omdat wij helaas geen dataset hebben die zo groot is. Dus dat willen we heel graag zo snel mogelijk doen. Het tweede is dat we wel hebben voorzien in het kunnen filteren op modules en het filteren op studenten en dergelijke. Om het zo effectief mogelijk in te kunnen zetten. Dus dat is wel zeker de bedoeling dat dat klaar is in de eerste versie. Anneke zegt ook, waar vinden studenten het dashboard? Dus dat is in de leeromgeving. Hè. Dus dan kan je plaatsen zelf een linkje waar dat je... Bij ons staat dat nu bovenaan. Tom heeft het er juist ook laten zien. Bij ons staat dat helemaal bovenaan. Maar dat plaats je als leerkracht zelf waar dat jij wenst dat dat dashboard komt. Je zou dat ook verborgen kunnen zetten, dat studenten dat niet zien, dat je dat zelf ziet. Maar de insteek is wel dat je een apart dashboard hebt voor studenten, ouders en een apart voor leraren die over modules heen, over... Het gaan ze overzicht kunnen bekijken. Ja. Mark had ook al in de chat gezet,
op dat vraagje van de plugin terug te komen, waarom er niet, nog een reden waarom er niet voor een plugin gekozen is. Mark heeft ook het idee om het dashboard via een portaal te kunnen oproepen, dus ook buiten Moodle voor hen. En vandaar dat er ook geniet naar, dat er niet vastgehecht is aan één omgeving. Dus dat wil ik toch nog eventjes meegeven. Ja, en Mark Timmermans die had een vraag gesteld over het onderwijsregister of het cursusregister. En die vraagt nu of het ook, dat ook via andere systemen kan, zoals bijvoorbeeld de onderwijscatalogus. Dat is iets uit Nederland volgens mij. Dat zal uiteindelijk zal dat wel kunnen, maar dat zit in ieder geval niet in de eerste versie en hoogstwaarschijnlijk ook niet in de open source versie. Maar er zijn natuurlijk wel altijd mogelijkheden om dat soort koppelingen te maken. En dan Matthijs vraagt ook nog van, kan je als docent gegevens zien van alle leerobjecten die aan jouw cursus verbonden zijn, ook al ben je geen auteur van de XRT leerobjecten? Ja, want dat is expliciet de bedoeling. Het is de bedoeling dat je dat soort dingen kunt zien als docent, ook al heb je geen auteursrechten op die module in XRT. En dat is ook een van de manieren, daarom moet het ook mogelijk zijn om H5P-modules en Moodle in acties, activiteiten en later zeg maar ook van Canvas en Blackboard en noem ze allemaal maar op. Dat is, langzaam willen we dat uit gaan bouwen. Je hoeft geen loginrechten te hebben of auteursrechten te hebben op een XRT leerobject. Dat geldt overigens vanaf XRT 3.10, en dat was een vraag van Anneke, dat geldt overigens vanaf XRT 3.10 ook voor het standaard XRT dashboard, waar je nu wel ingelogd moet zijn. Dat dashboard komt namelijk ook beschikbaar als een LTI tool. En dan kun je het dus in je leeromgeving plaatsen waar je wilt. Ik zie voorlopig geen vragen in de chat. Heb je vragen, steek je handje omhoog. Dan kunnen we ook de microfoon geven. Het handje vind je rechts onderaan. Dan geven we heel graag de microfoon door. Doe het liever schriftelijk, dat kan ook. We hebben een Slido opgezet en met de QR-code of de slido.com en dan de code 373247 horen wij ook. Heel graag wat dat jullie vinden van de mogelijkheden, welke dat jullie nog graag verder ontwikkeld zouden zien. Hoe dat je de layout voorlopig ziet. Inge heeft ook al in de chat gezet van daar wordt nog aan gewerkt. Daar wordt uiteraard nog aan gewerkt. Die zaken horen wij heel graag ook van jullie. Dus de bedoeling is voor het Moodle op te leveren tegen eind augustus. Dat scholen vanaf september er kunnen gebruik van maken. Voor anderen, Tom heeft er juist ook al gezegd, de opening is er, maar het zal niet klaar kunnen zijn tegen die periode. Ik zie ondertussen dat Aniek ook vraagt, hebben jullie een indicatie van een LRS, prijsindicatie van LRS? Aniek, dat hangt heel veel af van serverruimte dat er daarvoor nodig is. Een LRS op zich, een Learning Record Store, daar heb je gratis en betalende systemen of tools voor. Maar het is vooral de server dat je daarvoor nodig hebt. Maar misschien dat Tom in die richting wel iets kan van prijsindicatie geven of Inge. Ja, ik weet niet, Aniek, waar jij vandaan komt. Als je uit Nederland komt. Nee. Het is Vlaamse. Wie achter Aniek schuilt. Ja, okay. Nou, in Nederland loopt het in ieder geval via SURF. En daar is een hele prijslijst van. Als je interesse hebt daarin, dan kan ik je die ook wel toesturen. Maar dan kun je me even een mail sturen. Dan zal ik je dat naar je toesturen. Ik zal even mijn mailadres in de chat zetten. Ik zie ondertussen ook dat inderdaad, Christel, je hebt gelijk. De code is 611-634. Ik zal de slide zo openzetten. Ja, en even nog terugkomen op die. Wij gebruiken natuurlijk alleen maar open source tools. Dus in dat geval, je betaalt dus niet voor licenties of dat soort dingen. Maar meer echt voor de hosting, zoals Katrien zei. En voor het beheer daarvan. Zodat er altijd de juiste versie staat. En als er wat aan de hand is, dat we dat kunnen oplossen. Aniek, je kan inderdaad die LRS zelf perfect ook hosten. Als je over servers beschikt, kan dat. Hè? Dat kan zelf binnen de school ook gehost worden. Ja,
En dat kun je gewoon helemaal zelf doen. En ook daar kun je weer ondersteuning bij hebben, zeg maar. Dus dat kan allebei. Dan is er nog een vraag van Matthijs Doet over groepen in Canvas. Dat hangt er een heel klein beetje van af. Ik verwacht van wel, want dat is namelijk de kracht van LTI 1.3. Dat dashboard, als dat opgestart wordt vanuit zo'n groep, vanuit zo'n studentengroep, dan zal LTI de groepsleden alleen maar teruggeven van die ene van die studentengroep die hoort bij die context. Dus verwacht dat je echt alleen maar je eigen groep ziet op dat moment. Ik ga ondertussen al even naar de slide, want ik zie dat er mensen ook misschien daar al hebben in zaken ingegeven. Leuk om te zien dat een aantal, 75% toch zegt van ik wil dit gaan gebruiken. Anderen hadden iets anders voorgesteld. Laat ons ook zeker weten wat je dan had voorgesteld. Een heel aantal mensen heeft geen idee of dat ze al gebruik maken van LTI-koppelingen. Een aantal mensen wel en ook een aantal mensen niet. Sommigen vinden het te vroeg om zinvolle feedback te zien of te geven. Aan de layout gaan we zeker nog werken. Steven, is op dit moment nog geen testomgeving beschikbaar. Ik wil er eventueel wel eentje opzetten de komende weken nog. Dus mocht daar interesse in zijn van anderen, wil ik dat zeker wel doen. Dus dan kan je best het ook aangeven in de slide als je hem nog niet hebt ingevuld bij de laatste vraag. Maar anders zal ik er eentje opzetten. Diegenen die het willen testen, kunnen het dan de volgende weken wel gaan testen. Dus zet dat dan eventueel bij andere mededeling, als je het nog niet hebt ingevuld in de Slido. Dan. Ja, en waar we ook zeker interesse in hebben, is wat je graag zou terug willen zien in zo'n dashboard. Ja, dus dat is zeker ook, dat is een beetje ook de vraag van vandaag naar jullie toe, van wat wil je er allemaal in terugzien? Is het voldoende dat wij nu hebben laten zien of niet? Hoe kunnen we het nog uitbreiden? Die zaken horen wij heel graag van jullie. Ik zie voorlopig geen vragen meer in de chat binnenkomen. Ik zie wel dat de slide omhoog loopt. Functionaliteiten van het dashboard. Starten van modules vanuit het dashboard. Als je nog niet gestart bent, kun je daar starten of eventueel iets herhalen. Eigenlijk is het in de cursus binnen de leeromgeving dat er gestart wordt. Je zou hier wel naar kunnen kijken, want het dashboard wordt van de leeromgeving opgestart. Dus je hebt de LTI-koppeling met de leeromgeving. Dan kun je vervolgens verder liften op diezelfde LTI-koppeling om naar de module te gaan. Dus dat zou niet eens zo moeilijk moeten zijn. Dus daar kunnen we wel even naar kijken wat de consequenties zijn. Ik beloof dat we er in ieder geval naar zullen kijken. En dan ook het rechtensysteem is mij nog onbekend. Hoe zorg je ervoor dat leraren alleen de gegevens van hun eigen studenten zien? Hoe is die koppeling geregeld? Ja, we zijn daar niet echt op ingegaan. We hebben de koppeling achterliggend niet laten zien. Hè, maar eigenlijk wordt dat in Moodle geregeld. Hè, dat binnen de cursus, welke rol dat daar toegekend is. Hè? Ja, dus wat dit is een van de redenen waarom we gebruik maken van de LTI. Dit handelt Moodle met LTI-protocol. Die stelt Moodle in staat om dit helemaal af te handelen. Dus iemand die start het dashboard en dan geeft Moodle via LTI aan het dashboard mee van dit is de persoon die het dashboard start en die heeft binnen deze groep deze rol. Dit is
een docent, of dit is een admin, of dit is een student. Dat is stap 1. Op het moment dat het een docent betreft of een admin betreft, dan kan het dashboard via LTI opvragen en welke groepleden zitten er nog meer in deze groep. Dat is zeg maar dat zijn dan de mensen die echt enrolled zijn, dus gekoppeld zijn aan die specifieke cursus. En alle andere gegevens worden dus niet getoond. Dus we vertrouwen hier, we maken hier optimaal gebruik van de LTI-functionaliteit. Bij andere mededelingen, dus graag testmogelijkheden. Hè. En dan, mooie ontwikkeling, ik ben al benieuwd naar de reactie van studenten. Dus we hebben dat nog niet uitgetest met studenten. We hebben dat al op verschillende fora getoond, op verschillende conferenties de eerste stappen getoond. En we krijgen daar zeer fijne feedback over. Maar nogmaals, het is nog een volle ontwikkeling. Elke keer als ik zelf ga kijken, zijn er wel dingen aangepast. Dus, maar ik zal een testomgeving opzetten en dan kunnen jullie daar wel eens gaan naar kijken en de dashboardomgeving bekijken. Ik had de vraag al verwacht, maar ik zie ze niet komen. Ik weet dat er een heel aantal mensen in deze groep ook zitten die met SmartCool werken. Ik heb de vraag aan SmartCool deze week maandag nogmaals gevraagd of dat ze al stappen gezet hebben voor LTI 1.3. Maar ik moet helaas het antwoord schuldig blijven. Ik heb zelf nog altijd geen antwoord gekregen. Dus van het moment dat we daar iets antwoord van krijgen, neem ik dat zeker ook wel mee. We weten dat Canvas LTI 1.3 ondersteunt. Dus voor mensen die Canvas gebruiken, bekijken we nog of dat het hetzelfde structuur heeft als Moodle of niet. Hè. We weten ook dat Google Classroom in die marge zit. Maar voor SmartCool is het voor ons nog een vraagteken. Of dat zij die ontwikkeling mee bezig zijn of de planning hebben. Geen idee. Als er nog vragen zijn, zet ze gerust in de chat of in de Slido. Mocht je na vandaag toch volgende week denken van dat of dat, neem contact op voor Nederland met Inge of Tom en voor Vlaanderen met mezelf. En dan kijken we wel samen hoe dat we daar eventueel nog kunnen op ingaan. De testomgeving ga ik proberen volgende week in orde te maken. En ik zal gewoon jullie allemaal een mailtje sturen, want ik zie dat er toch wel wat interesse is om te testen. Als die klaar is, dus voor het einde van het schooljaar, mag je dan nog een mailtje verwachten. Maar weet dus dat er in de vakantie nog verder wordt ontwikkeld. Dus schrik niet als je gaat kijken direct na mijn mailtje en dan binnen 6 weken of zo, dan zal er waarschijnlijk wel een aanpassing gebeurd zijn. Thank you.